Auditeur militair Roy Elgin heeft vandaag bij de voortzetting van het 8 december strafproces 20 jaar straf geëist tegen hoofdverdachte Desi Bouterse. De strafeis is onvoorwaardelijk. Dit betekent dat de straf daadwerkelijk uitgevoerd moet worden indien de krijgsraad meegaat met de eis. Volgens Elgin is Bouterse wel betrokken geweest bij de decembermoorden van 1982. De auditeur militair of militaire officier van justitie liet verder weten dat de hoofdverdachte wel zeker aanwezig was in Fort Zeelandia op het moment dat de moorden gepleegd werden. Volgens Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden, is de eis rechtmatig. Hij legt uit wat de overwegingen zijn geweest om tot deze strafmaat te komen. Eén is dat hij ervan uitgaat dat de getuigen die zich de zaken in detail kunnen herinneren, dat overwegend betrouwbare getuigen zijn. Verder heeft hij overwogen dat hij op geen enkele wijze heeft kunnen zien of kunnen merken dat de 15 slachtoffers met een coup bezig waren. Verder heeft hij vastgesteld dat volgens hem de heer Bouterse tijdens het feit dat de moorden gepleegd waren in het fort aanwezig was. Verder heeft hij overwogen dat hij geen bewijs heeft gevonden dat de heer Bouterse zelf geschoten zou hebben, maar dat alle omstandigheden en verklaringen erop wijzen dat de heer Bouterse en anderen een plan beraamd hebben om deze mensen op te pakken, te vermoorden, valselijk te beschuldigen van een coup te willen plegen. Dat is Hugo Esset, advocaat van de nabestaanden. Irvin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Bouterse, is niet verrast met de strafeis van de auditeur militair. Hij benadrukt dat de eis slechts een voorstel is van de vervolgingsambtenaar. Er is veel materiaal in het dossier. Er zijn 13 ordners. Zo simpel werkt het niet, toch? Als u denkt dat dit alles is, dit is echt niet alles. Hoor. Er is veel meer. Als u geluisterd heeft, zoals wij allemaal geluisterd hebben, wat is uw... U kent dat dossier, toch? U hebt een kopie van dat dossier gehad, toch? Lees maar in het dossier hoeveel meer er is. Dit is niet alles. Er is niet alleen vrede en Roosendaal. Er is veel meer. Er zijn zeker zo'n 40-tal getuigen gehoord. Dus er is nog veel meer in te brengen, hoor. Ik ben helemaal niet verrast. Woorden van Irvin Kanhai, advocaat van hoofdverdachte Desi Bouterse. Tijdens de voorzetting van het 8 december strafproces heeft vervolgingsambtenaar Roy Elgin 20 jaar straf geëist tegen Bouterse. Kanhai is niet onder de indruk van de eis en is nog steeds zeer hoopvol gestemd over de toekomst van zijn cliënt.